Yo, welkom bij Geld op Geld. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen over Tesla. Vooral in de media zie je toch heel vaak hele negatieve berichten over Tesla. En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat terecht is. Nou, in dit filmpje wil ik even ChatGPT om hulp vragen. Wil ik de mening van ChatGPT hebben? En wil ik hem ook even vragen of Tesla een interessante is om in te investeren of niet? Wat een aandeel is het ook! Tesla blijft een heel erg volatiel en ook een heel erg controversieel aandeel. Nog steeds eigenlijk. Tesla was natuurlijk enorm hard gestegen tot eind 2021. En sinds die piek eind 2021 is Tesla echt heel erg volatiel. Flink omlaag gegaan, maar ook echt heel erg volatiel. Flink omlaag, omhoog, omlaag, flink omhoog, omlaag met meer dan 40%. Omhoog met zo'n 60%. Weer omlaag met meer dan 40%. Omhoog, flink omlaag. En toen een stijging van zo'n 100%. Ja, het is echt heel erg volatiel geweest. Vanaf de piek eind 2021 was Tesla met zo'n 75% gedaald tot de bodem. Nou, toen dus een stijging van zo'n 100% om nog steeds ongeveer 50% in de min te staan. En de vraag blijft natuurlijk: is Tesla nou interessant om in te investeren voor de lange termijn of niet? Nou, daar wil ik in dit filmpje even op een wat andere manier ingaan. Ik wil even chat GPT om hulp vragen of we misschien middels artificial intelligence andere inzichten kunnen krijgen. Dus laten we even naar kijken. Nou, laten we eerst even beginnen met het volgende. Ik zag dit eigenlijk vorige week voorbij komen. Weer een uh, ongeluk met een Tesla. Helaas ook een dodelijk ongeluk. Uh, en dit kwam eigenlijk overal in de media. Misschien heb je het zelf ook voorbij uh, zien komen. Uh, Vorig weekend eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld hier zo in de Wall Street Journal. Tesla crashes into FireTruck in fatal accident. Uh, hier zo eigenlijk ook in Fortune. Tesla Driver Killed after car plows into uh, FireTruck. Nou bla bla bla. Hier zo Tesla Driver Killed. Hier uh, zo, Tesla driver dead after plowing into firetruck on California freeway. Hier zo, in de Los Angeles Times, hetzelfde. Uh, Hier uh, he zo, Tesla driver dies after crashing into firetruck parked on uh, Bay Area Highway. In ieder geval, heel veel uh, berichten in de media over een Tesla, uh, met een nou, fatale ongeluk. Uh, er was toen ook niks bekend over deze Tesla, of het nou uh, een Tesla was waarbij de autopilot aan stond of niet, of iemand onder invloed was of, of niet, of wat dan ook. Maar het was gewoon een Tesla, helaas een dodelijk ongeluk, en dit kwam overal in de media. En op zich wel bijzonder vind ik zelf dat dit zo uitgebreid in de media komt. Kijk, het blijkt natuurlijk heel erg dat iemand is verongelukt, dat zeker, maar dat het zo uitgebreid door zoveel verschillende mediakanalen wordt behandeld, en ook nog zo expliciet dat het een Tesla is, vind ik zelf bijzonder. Kijk, stel we gaan weer terug naar dit overzicht, dan zien we weer van alles en nog wat. Uh, maar dan zien we ook bijvoorbeeld hieronder staan, de Model S was among the nearly 363.000 vehicles Tesla recalled on Thursday. Een terugroepactie van meerdere Tesla's, een terugroepactie was gewoon een over de air software update, wat helemaal niks te maken heeft met heel dit ongeluk, maar dit zijn dan dingen die je dan inderdaad in de media ziet. Waardoor ik me ook een beetje ga afvragen van, ja is het nou zo in de media naar buiten gebracht omdat het een Tesla is of niet? Want er gebeuren dagelijks natuurlijk heel erg veel ongelukken. Nou, laten we even naar chat GPT gaan. Ook natuurlijk leuk om te doen. ChatGPT is natuurlijk een hele interessante op het gebied van artificial intelligence. Kan heel erg veel dingen verklaren. Dus laten we even kijken of hij ons wat wijzer uh, kan maken naar dit soort dingen. Laten we even beginnen met een hele globale vraag. Nou, hoeveel auto-ongelukken gebeuren er per jaar? Hele globale vraag: hoeveel auto-ongelukken gebeuren per jaar? Het aantal auto-ongelukken dat per jaar gebeurt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de bevolkingsdichtheid, het aantal geregistreerde voertuigen, kwaliteit van de infrastructuur, eh, logisch. Wereldwijd zijn er jaarlijks miljoenen auto-ongelukken, voor van lichten aan ja, enzovoort. Volgens de World Health Organization, WHO, zijn er wereldwijd jaarlijks meer dan 1,35 miljoen verkeersdoden als gevolg van auto-ongelukken. 1,35 miljoen per jaar is natuurlijk heel erg veel, is wel wereldwijd. Uh, maar laten we even kijken wat het in Amerika zit. Hoeveel auto-ongelukken gebeuren er per jaar in Amerika? Nou, ik zal trouwens even mijn hoofd wat kleiner maken, dan kan je het net wat beter zien, waarschijnlijk. Zo. In de Verenigde Staten vinden jaarlijks tienduizenden auto-ongelukken plaats. Volgens het National Highway Traffic Safety Administration en HTSA zijn er in 2020 in de Verenigde Staten in totaal 38.680 dodelijke slachtoffers gevallen bij verkeersongevallen. 38.000 is natuurlijk heel erg veel. In Amerika per jaar. Nou, dat zijn natuurlijk 365 dagen in een jaar. Uh, 38.000 365 is gewoon ongeveer 100. Dus gemiddeld ongeveer 100 dodelijke verkeersongevallen in Amerika per dag. Nou, belachelijk veel, natuurlijk. En als we dan even teruggaan naar deze, dan vraag ik me af: waarom dan zo expliciet dit? Tesla met een dodelijk ongeval, als er dus Dagelijks gemiddeld ongeveer 100 dodelijke auto-ongevallen zijn in Amerika. Dus ook met een BMW en met een Volkswagen en een Toyota en ga zo maar door. Waarom dan zo expliciet dat het een Tesla is? En ook in zoveel verschillende nou ja, mediakanalen eigenlijk. Um, nou, ik volg zelf Tesla echt al een hele tijd. Uh, al sinds 2018-2019 investeer ik zelf ook in Tesla. Ik kan ook even naar kijken. Sinds hier beneden eigenlijk 2018-2019 investeer ik in Tesla. En toen was er ook heel erg veel negativiteit in de media. Uh, als er een onge ongeluk was met een Tesla, of het nou dodelijk was of niet. Uh, met autopilot, zonder autopilot. Het kwam heel vaak in de media. Het kwam ook heel vaak in de media dat er uh, Tesla's waren die in de brand vlogen. Waar eigenlijk niemand wat van merkte of van wist. Maar goed, dat gebeurde waarschijnlijk. Uh, ik had er iets van opgezocht. En bijvoorbeeld dit, na nou, juni uh, van 2018. Tesla Model S Battery caught on Fire, without accident. Says owner Tesla is investigating. Nou, hier weet natuurlijk niemand wat van. Uh, hoort niemand meer wat van over. Maar dit. ...gebeurde toen schijnbaar in 2018. In ieder geval heel erg veel negativiteit in de media omtrent Tesla hier in 2018-2019. En het leek er eigenlijk wel op alsof de media wilde dat Tesla zou falen. Alsof ze wilden dat Tesla het niet goed zou doen en dat er een heel erg negatief beeld zou ontstaan uh, over Tesla. Nou, vervolgens is Tesla natuurlijk wel gewoon letterlijk keer 20 gegaan. En helaas heb ik te snel in plukjes aandelen verkocht. Nog steeds natuurlijk een heel mooi rendement behaald op Tesla, maar. Maakt in principe niet uit, maar er was heel erg veel negativiteit hier rondom Tesla. Nou, hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk makkelijk gezegd omdat de media betaald wordt door andere autofabrikanten. Omdat zij betalen voor advertenties en dat doet Tesla niet. En de media is er misschien wel bij gebaat als Tesla het wat slechter doet. Nou, laten we weer teruggaan naar ChatGPT en laten we even kijken of we daar misschien wat meer over uh, kunnen leren. Laten we weer beginnen met een vrij globale vraag. Welke autobedrijven adverteren in de media? Even kijken. Adverteren in de media. ChatGPT. Er zijn veel autobedrijven die adverteren in de media, zoals op televisie, tijdschriften, kranten, online. Hieronder staan enkele van de bekendste autobedrijven die in de media adverteren: Toyota, Ford, Chevrolet, Honda, Nissan, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Kia, Hyundai, Jeep enzovoort. Er zijn er een hele hoop. Er is echt geen uitputtende lijst, er zijn veel andere bedrijven die adverteren in de media. Nou, Tesla zit daar natuurlijk niet tussen. Adverteert Tesla in de media? Nou, Tesla heeft een unieke aanpak als het gaat om marketing en adverteren. Het bedrijf adverteert niet op de traditionele manier in de media zoals op televisie, tijdschrift of kranten. In plaats daarvan vertrouwt Tesla vooral mond-tot-mond -mond reclame en social media om hun producten te promoten. Tesla CEO Elon Musk heeft een grote aanhang, social media, ga ze maar door. Dus inderdaad, vooral mond-tot-mond -mond reclame, omdat de auto's zichzelf verkopen. Plus Elon Musk met een heel groot bereik op Twitter. Als Elon Musk iets bekend maakt over uh, Tesla, dan zien meteen echt miljoenen en miljoenen mensen dat. Dus Tesla adverteert niet. Dus Tesla betaalt de media niet wat andere autofabrikanten wel doen. Nou, misschien ook een interessante vraag om daar wat dieper op in te gaan. Zou de media? Um, zou ik het vragen? Zou de media daardoor misschien negatiever zijn over Tesla dan andere autofabrikanten? Aangezien Tesla niet adverteert. Het is mogelijk dat sommige mediaorganisaties negatiever zijn over Tesla vanwege hun aanpak van marketing en adverteren. Omdat Tesla niet op traditionele manier adverteert, is er minder directe financiële steun aan mediaorganisaties van Tesla in de vorm van advertentieinkomsten? Hey, nou, ChatGPT geeft zelf ook aan: het zou zomaar kunnen dat de media negatiever is over Tesla, omdat, de Tesla, uh, omdat Tesla niet uh, betaalt voor advertenties, wat natuurlijk andere autofabrikanten wel doen. Heel interessant als je het mij vraagt dat ChatGPT dit ook zo aangeeft. Nou, over het algemeen hangt de berichtgeving over Tesla en andere uitverkanten af van verschillende factoren. Bla, bla bla bla. Maar dit hier wat ze boven zeggen. Als je het mij vraagt, een hele interessante. Want het is inderdaad mogelijk dat er mediaorganisaties zijn die negatiever zijn over Tesla vanwege hun aanpak van marketing en adverteren. Omdat ze dus geen financiële steun aan die mediaorganisaties geven. Hele interessante. Dus eigenlijk weer terugkomend op dit uh, overzicht. Misschien is dat dan wel Hierdoor. Misschien is Tesla wel niet zo onveilig en slecht zoals de media misschien wil laten geloven. Kunnen we ook even naar kijken. Laten we weer teruggaan naar ChatGPT en laten we iets anders vragen. Misschien over veiligheid. Um, misschien gewoon in het algemeen um, zijn Tesla-auto's oh, auto's veilig. Zijn Tesla-auto's veilig? Over het algemeen worden Tesla auto's als veilig beschouwd en hebben ze hoge veiligheidsbeoordelingen gekregen van verschillende autoriteiten op het gebied van verkeersveiligheid. In 2021 kregen de Tesla Model 3 een topscore van 5 sterren in de Europese NCAP crash test en de Model S en de Model X. Bij diezelfde NHTSA, wat we hierboven natuurlijk net zagen. Uh, een belangrijke kenmerk van Tesla's uh, is een geavanceerde autonome rijtechnologie, waaronder automatische noodremmen, adaptieve verkeerscontrole. Uh, nou, ga zo maar door. Het is belangrijk om te merken dat geen enkel voertuig 100% veilig is en dat er altijd risico's zijn. Bij het op de weg, oké. Okay, ja, zeker. Tesla heeft echt de veel geavanceerde veiligheidsvoorzieningen in hun auto's geïntegreerd. Mooie antwoorden. Echt ook heel mooi om te zien hoe ChatGPT natuurlijk zo werkt. En hoe ze, hoe, ze het doos, uh, hoe ze het zo doen. Maar goed, het is belangrijk om op te merken dat geen enkel voertuig 100% veilig is. Nou, wat zijn de, zijn de veiligste auto's? Misschien ook wel interessant. Er zijn veel factoren die de veiligheid van een auto bepalen, waaronder de bouwkwaliteit, het ontwerp, de grote veiligheidsvoorzieningen, prestaties en crashtests. Hieronder staan enkele van de veiligste auto's van 2022. Oké, okay. de Volvo XC90, XC90 is een grote SUV zeker een zeker een van veiligheid. Oké, okay. Tesla Model 3. De Model 3 is een elektrische auto met een uitgebreide reeks geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en een sterke en een sterke prestatie in crashtests. Subaru. Um, Audi A4. A4 is een luxe sedan met geavanceerde veiligheidsfuncties, zoals automatische remmen en rijstrookassistentie. Oké, okay. Toyota Camry. De Camry is een midsize sedan met een uitstekende reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Nou, vijf auto's, waaronder dus ook de Tesla Model 3. Maar waarom dan zoveel negativiteit over Tesla's als er inderdaad een ongeluk is met een Tesla? Nou, dat zou dus misschien inderdaad, zelfs volgens ChatGPT kunnen komen. Door de manier van hoe Tesla adverteert. Namelijk omdat Tesla niet op traditionele manieren adverteert en ze niet directe financiële steun geven aan die mediaorganisaties. Tesla's lijken dus inderdaad wel veilig te zijn. Kunnen we ook even naar kijken. Als je Tesla een beetje volgt, weet je dat veiligheid voor Tesla een hele belangrijke is. Uh, hier zien we een overzicht van Tesla zelf wel. Miles Driven per One Accident, dus hoeveel miles er gereden zijn. Per ongeluk. En dan zien we hier in het donkerblauw Tesla's met autopilot. In het lichtblauw Tesla's die geen autopilot gebruiken. En in het grijs het gemiddelde van Amerika. En dat gaat helemaal terug tot 2018 eigenlijk. En dan zien we dat over het algemeen Tesla's gewoon veel veiliger zijn. En dat er veel minder ongelukken plaatsvinden dan een gemiddelde uh, auto in Amerika. En dan zien we zelfs in het blauw dat het eigenlijk steeds veiliger wordt als ze omhoog gaan. Dat er steeds meer veilige uh, miles worden gereden met autopilot. Of een Tesla nou wel of geen autopilot gebruikt, ze zijn gewoon gemiddeld beter en veiliger dan een gemiddelde Amerikaanse andere auto. Nou, wat je verder nog kan zien over Tesla, is van alles nog wat over bijvoorbeeld de Model 3. Want veiligheid is echt het allerbelangrijkste voor Tesla. En hier zien we weer het een en ander over de NHTSA, waar we het net ook even over hebben gehad, dus die National Highway Traffic Safety Administration. En ook die geven hier eigenlijk aan, de Model 3, de Model S en de Model X, zijn eigenlijk zo goed als de veiligste auto's als ze naar de testen kijken van inderdaad de NHTSA. Met de kleinste kans op letsel, op een ongeluk. Nou, wat maakt die Model 3 zo veilig? Kan je heel erg diep op ingaan. Je kan hier bijvoorbeeld kijken naar de Model 3 ten opzichte van de Audi A4 en kijken naar de kreukelzone en allerlei dingen. Je kan hier even kijken naar een crashtest, hoe die wordt gevisualiseerd met ja, airbags en andere dingen de uh, Tesla Model 3 ten opzichte van een Lexus. Als er inderdaad impact is van de zijkant, Teslas worden over het algemeen juist gezien als hele veilige auto's door eigenlijk alle een beetje bekende instanties. Um, dit was laatst ook bekend gemaakt. De Tesla Model Y gets highest safety score ever in European test. In dus die Euro NCAP komt de Model Y als de veiligste auto. Ooit naar boven. Nou, hier zie je nog even dat rapport. In ieder geval komt de Middelwijk met de hoogste scores ooit, en daardoor dus de veiligste auto ooit getest door de Euro NCAP. En ja, dit kijkt eigenlijk naar van alles en nog wat: een frontale botsing, een botsing van achteren, van de zijkant. Hoeveel airbags, hoe zit je, wat zijn de uh, mogelijke gevaren? Voor kinderen, voor volwassenen, uh, wat voor sensoren zijn er? Uh, wat kan de auto dus zien, wat kan hij niet zien, hoe waarschuwt hij? Nou, ga zo maar door. Lang verhaal kort. Uh, komt de Y dus eigenlijk juist heel goed uit deze test? En wordt Tesla eigenlijk juist gezien als een bedrijf dat hele veilige auto's maakt? Veilige auto's maken is voor Tesla ook echt een hele hoge prioriteit. Een van de redenen waarom ze zelfrijdende auto's willen maken. Juist omdat er zoveel ongelukken plaatsvinden: dodelijke ongelukken. Ongeveer 38.000 dus per jaar in Amerika, 1,35 miljoen per jaar wereldwijd. Zelfrijdende auto's zouden juist veiliger moeten zijn. Zijn ze misschien nog niet? Ze moeten nog heel veel doen, maar uiteindelijk kunnen ze misschien zelfs veiliger zijn. Veiligheid is in ieder geval heel erg belangrijk voor Tesla, maar als je in de media gaat kijken, ja, dan zie je juist het tegenovergestelde. En dan kom ik weer even terug naar het aandeel van Tesla. Want hier in 2018-2019 was er ook heel erg veel negativiteit over Tesla, terwijl dat juist een heel erg mooi moment was om te investeren in Tesla. Hier een tijdje terug, nu nog steeds eigenlijk, is er heel erg veel negativiteit over Tesla. Nu wel wat minder dan een paar maanden geleden, maar hier beneden. Uh, zeg even eind 2022, begin 2023, was er heel veel negativiteit over Tesla. Men had het erover dat Tesla naar de 75 zou zakken, naar de 50, naar de 25. Misschien zelfs nog meer dat de concurrentie eraan kwam. Dat Teslas inderdaad niet veilig zijn. En nog honderd andere argumenten waardoor Tesla een slechte investering is. Nou, vervolgens is Tesla natuurlijk in no time uh, keer twee gegaan. Letterlijk 100% rendement in ongeveer een maand tijd. Uh, maar als je. Luister naar de media. Kan je je echt gek laten maken door de media, door allemaal negativiteit? Als je handelt naar de media, en niet alleen maar bij Tesla, maar dat is eigenlijk bij alle bedrijven zo, dan maak je vaak juist de verkeerde beslissingen. Je moet vaak wat meer onderzoek doen. Je moet kijken naar wat erachter zit. Bijvoorbeeld bij de media in dit geval. Wat ChatGPT ook aangaf, dat de media misschien wel inderdaad minder positief is over Tesla vanwege advertenties, vanwege inkomsten, omdat ze dus be betaald worden door andere autofabrikanten. Hele interessante, denk ik zelf ook, hoe ChatGPT daarop uh, uh, reageren net. Uh, maar het is denk ik wel goed om altijd zelf je eigen mening te vormen en te handelen naar je eigen mening. En niet te kijken naar wat de media vindt, wat iemand anders vindt. Want als je dat doet, dan zal je heel erg vaak verkeerde beslissingen maken op de beurs ook. Nou, laten we even teruggaan naar ChatGPT. Laten we hem even een uh, hele lastige vraag stellen. Misschien wel een hele leuke, is Tesla dan een interessante om in te investeren of niet? Is Tesla interessant om in te investeren? Als AI taalmodel kan ik geen financieel advies geven en is het belangrijk om te onthouden dat elke investering risico risico's met zich meebrengt. Is het is daarom belangrijk om je eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat je beslissing neemt over investeringen. Dat gezegd hebbende, Tesla is een bedrijf dat de afgelopen jaren veel aandacht heeft getrokken vanwege zijn innovatieve technologieën. Ambitieuze plannen om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te leiden. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt en heeft een grote invloed gehad op de automobielindustrie en de energiemarkt. Hoewel er geen garanties zijn voor toekomstig succes en er risico's zijn verbonden aan elke investering, is het mogelijk dat sommige beleggers Tesla als een interessante investeringsmogelijkheid beschouwen vanwege de potentiële groei en impact op de markt. Maar nogmaals, raadpleeg professioneel advies en doe je eigen onderzoek voordat u een beslissing neemt over te investeren in Tesla of enig ander bedrijf. Op zich, niet slecht. Dan uh, wacht, dat gaan we anders doen. Um, je moet antwoorden met ja of nee. Is Tesla een interessant bedrijf voor de lange termijn? Hij moet goed nadenken. <laughs> hij weet niet wat hij moet zeggen. <laughs> mm -mm. Nou, ik heb hem misschien te veel voor de gek gehouden. Ja, nou ja, hij moest er heel goed over nadenken. Tesla is volgens ChatGPT blijkbaar een hele interessante voor de lange termijn. En dan heb ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Klik op blijf komen, zou ik echt waarderen. Ja, ChatGPT is, als je het mij vraagt, een heel mooi AI-programma waar je van alles nog wat uit kan halen. Uh, leuke toepassing, als je het mij vraagt ook. Ik vond het in ieder geval leuk om dit filmpje te maken. Hopelijk jij in ieder geval ook. Um, ook wel heel bijzonder hoe hij antwoordde over die vraag, inderdaad, van of de media er baat bij heeft om negatiever te zijn over uh, Tesla ten opzichte van andere autofabrikanten, omdat ze inderdaad worden betaald door hun en niet door Tesla. Uh, verder ook een heel interessante hoe wij antwoorden op of Tesla interessanter is voor de lange termijn of niet. En verder natuurlijk een hele belangrijke, gewoon in het algemeen, om je niet te druk te maken over wat er in de media staat en wat iedereen zegt. Nee, het is denk ik heel belangrijk om je eigen mening te vormen, zeker ook als je investeert in losse aandelen. En dan zou ik weer zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en laters.